Dokter, we staan hier voor het Prinsengracht ziekenhuis aan de Prinsengracht. De bekende handballer uit Almere, Nico Stichting, is hier opgenomen. We hebben begrepen dat hij hier binnenkwam voor een sterilisatie, maar uiteindelijk is het anders gegaan. Kunt u daar wat over vertellen? Nico kwam hier binnen, wat was zij al voor de sterilisatie, maar helaas ontdekten we toch wat meer aan zijn been. Een of meer is het toch te doen. Ja, zal ik het zeggen. Het probleem staat toch verder dan die dacht. Het is toegetrokken naar zijn been, bovenbeen. Is dat, als ik u mag onderbreken, is dat niet op een gegeven moment ontdekt bij een handbalwedstrijd tegen de Meer? Dat hij zijn knie aan het inpakken was en zijn jonge dochter Daphne was erbij en die zei: pa, is het niet je andere knie? En toen bleek hij eigenlijk nog meer last te hebben, dat hij eigenlijk niet eens meer wist welke knie het was, dat het meer last was dan eigenlijk van tevoren gedacht. Ja, dat verhaal heb ik ook vernomen van zijn dochter. Als je dat soort dingen al gaat doen, dat je zelf al niet meer weet wat je doet, dan ben je al ver heen. En hadden wij al een conclusie aangetrokken dat het niet alleen maar bovenin zat, maar ook onder aan zijn enkel. Natuurlijk zit het ook op tussenhoren. Want als je dit soort dingen al gaat doen, dat je dochter al moet waarschuwen van pa, wat ben je in godsnaam aan het doen, ja, dan zijn we tot de conclusie gekomen dat we toch verder gaan deze onderzoeken. Dus het probleem staat niet boven, maar toch nog verder beneden in zijn. Dus wat heeft u uiteindelijk zeg maar gedaan om zeg maar de meest gunstige prognose voor Nico, dat hij misschien toch zijn handbalcarrière kan voortzetten? Waar heeft hij uiteindelijk toe besloten? Hij heeft toch besloten om toch zijn probleem bij zijn been te maken, een oplossing te vinden. Op uw advies nemen? Op jou, mijn. Ja, nee, niet. Nee, dat klopt. Nee, want anders dan. Ja, het handbalspel zit heel hoog. En vandaar dat we toch een operatie hebben gedaan. Dus weten, 1, 2, 3. Oh, u heeft totale ja. Benen? Ja, hoofd, niet onder. Ja, een beetje boven tot aan de knie. Hoofd, ja. En daartussenin hebben wij dat. Gewoon doormidden gezet. Ja. En wat heeft u daartussen gezet? Wat we ertussen hebben gezet, hebben we natuurlijk een stukje wevels van zijn sterilisatie. Zijn zaadlijn. Ja, zijn zaadlijn hebben we doorgetrokken. Ja. Zover doorgetrokken naar zijn enkels toe. Ja. En daarna hebben we weer het benen zeg maar, aan elkaar. Ja, gewoon weer dichtgenaaid. Dit is voor ons een peulenschil. Ja, ja. En wat denkt u? Denkt u dat hij, even een prognose komend seizoen. We staan nu voor het zaalseizoen in 92-93. Denkt u dat hij dit seizoen nog aan handballen toekomt? En op de langere termijn, denk eens bijvoorbeeld aan 2011. Denkt u dat hij nog in staat is om een redelijk partijtje op de mat in 2011 neer te leggen? Dus eerste korte termijn prognose graag. Laatst is hij bij me nog geweest. Zoals men al ziet, de laatste jaren loopt hij natuurlijk eigenlijk niet meer zoals hij behoort te lopen natuurlijk. En mijn prognose is toch een amputatie als je uiteindelijk. Ja.
Want als je zo doorgaat, dan is het einde zoek. Dan is het einde zoek. Ja, dan... Dus de prognose dat hij in 2011 nog op het handbalveld zal staan, dat is ver te zoeken. Ja, daar acht ik heel erg klein. Heel erg klein, zeker. Ja. Het is wel jammer voor iemand die zo voor zijn sport leeft. Ja, dat is ook zo. Hij blijft altijd na afloop zitten, houdt van een stevige wijntje. Dat is goed. Ja. Volgens mij bestaat de Lidl nog niet in 92, maar... Albert Heijn wijn, hè, houdt er vooral van. Albert Heijn. Albert Heijn. Hij wijkt niet af van Albert Heijn. Ja. Maar... ja. Maar goed, uiteindelijk, voor uw gevoel, de operatie die u heeft uitgevoerd, die is geslaagd. Die is geslaagd. Ja. Alleen hij zal goed over na moeten denken voor zijn toekomst. Of die zijn aspect nog wil uitvoeren. Ja. Of het verantwoord is. Of het. Maar zeg maar voor het normale leven, een wandelingetje maken op 15-jarige leeftijd met zijn vrouw, dat zit er nog wel in. Dat kan niet makkelijk wel aan, ja. Ja, okay. Ja, zeker. Nou, mag ik u bij deze bedanken voor dit interview? Ja, we waren erg nieuwsgierig naar. Het is toch een belangrijke handballer voor Havas, linkshandig. Ja, zeker. Ja, ook dat heeft hij al meegemaakt. Hij was ook rechtshandig, maar dat is vanzelf ook. Ja, nee, maar dat zijn dat, dingen dat je, ja. als je al zo'n kwaal hebt, dan ga je. Ja. Of gaat het malen? Ja, dan gaat het rakeren en draaien. Het blijkt wel dat je als je op je verkeerde been. Als je met je verkeerde been uit bed stapt. Bijvoorbeeld. Dan ga je hele rare dingen. Dan ga je hele rare dingen. Nou, dank u wel. Graag gedaan. Ja, en misschien dat we over 10 jaar elkaar nog eens zien en dan kijken we hoe het uiteindelijk is afgelopen. Ja, ik hoop niet met een kunstbeen. Nee, maar je weet het. Maar dan zien we dat wel weer. Ja, dank u wel. Oké, graag gedaan.